Hier is de haven van Laaksem. Hier zullen we nog de visgeschepen lezen. Nou is er nog maar één aan de winder meerdere. Dit is een van de vogelzangen. Die is bezig met de netten. Die daarbij rent, dat weet ik niet precies wie dat is. Dit is een jonge man, die kan ik niet toesbrengen. Je bent de Jan de Vries van Jan Agers en Ian van Bruinsma, Meis Bruinsma en Jarig Pluist, Jarig van Annieke. Dit ben de vogelzanger. Je bent er ook bezig met de viskleer, de maatje. Dit is Wegele, Wegele Visser, die is bij de brandstofpomp bezig. Hier werd een iets beeldje van. Dit is Sietse Boersma. Bekende visker uit Wijns, sigaren aan. Hier ben enkele dames aan het helpen in de hang. Dat is van Wietse Mine en Niske van Agafkes ook daar bezig. Dat is wat. Dit is Jan. Jan en Reenske zijn wel. Ik een visker, man. Die visker te geren met Agen, met zijn broer. Dit is Ike. Ike de Vries, de visker van Laaksem. Daarachteraan komt Wiebren, zijn broer. Die winnen te geren altijd aan het visje. Hier hebben we enkele man, Meis Bruins, mijn jarig Boersma, mijn grote snoek, zat het liggen. Ja, dan wil ik even wat zeggen. Ja, prima. Dit is Ike Aaltje, vrouw de Vries. Dit is Jopie, de zoon van Ike en Aaltje, de jongste zoon. Nou, deze vis, die weet ik net bij name. En Kaartje, net bij hun. Mooie vis, zat er zien. Dit is Wiebren en Ike, die gooien de vis in op een weegschaal om te zien hoeveel ze kilo wat ze vangen. Wegele stien erbij. Dit is Jan van Wegele, Jan Visser, squalmeester uit Grijns. Hier zo wat op Laaksem met mijn vakantie. Ja, hele beste vis, zegt Ike. Hier is de man, alle keer lekker in het kisken. Hier hebben we een stikje van Mar. Daar komt in de viert een viskerboord aan. Ik denk dat het Wietse Boersma is die er aan komt. Maar het zou haast nog eens even zien dat het inderdaad zo is. Stikje zeil het erop. Vierder op een motor. Mooi beeld van IJsselmar, mijn viskerschip erop. Hier weer een stukje haven. Daar komt er aanvaren. Het zwarte thuishaven bereikt. Ja, het is Wietse Boersma die vaart de haven van Laaksem binnen. Prachtig, mooi gezicht. Dit is maar Rietje van Agafke. Die oude dame is me wel bekend, maar ik weet wel. Dit ben Jan en Jan van Wegele. Twee Jan. Dit is Jan Wer, Jan Visser, Jan Reenske. Alles iets Boersma, zullen we daar staan. Daar staan diezelfde jongens weer op die boot. Zo, dit is Wietse Boersma, die schrik de haven binnenkomt. Wordt even een stuk touw aanrekt, dan moet er even bij de wal komen. Ja, dat is Wietse. Die jongens die hebben viskabeet. Zo, dat is die het Zietse van Wietse. Die is mij aan het helpen. Hele tonnen voor visk. Hier is Wegele en Sietse weer. En Jan van Wegele. Hier gooien ze de vis in de bak. Dit is het huis van Wegele Visser en zijn vrouw. Dat is de vrouw van Wegele Visser, Annig. Die is wat bang voor de camera. Vrij snel vertrokken. Dit is de vrouw van Jan van Wegele. Vrouw Visser. Dit is hier bij Ike en Aaltje. Bij de Rutenmanskiemaatje. Hier van de dochters van Ike Aaltje. Ja, daar is Nelly van Ike Aaltje. De geer even los. Daar hing ze de waskonoline. Dat is Aaltje zelf ook waarschijnlijk. Hier hebben we het plaatsje met Pieter en Geertje bij. Pieter Bruinsma. Dit is Meis van Pieter en Geertje. Dit is Geertje zelf.
Ik drak in actie. Hier hebben we de vrouw van Faike van der Waal en een dochter van Faike van der Waal. Die werden de Famke van Piers Kraam. Hier hebben we weer, dit is Faike van der Waal zelf. Wen het nou in Koudum. Dit hond, die naam is me niet bekend. Heel lief beestje, maar ik ken hem verder niet. Dit is Marijke Kleinstra, die wil ik even te bad zien. Dit is Duke Betsema, hier een winkel. Ja, dit is een meisje mijn hinder, hinder wijn. Hier staan weer enkele bekende hakkelingen van huis. Wijzer hakkelingen, de namen zijn niet zo bekend. Zij een best plek kunnen zien, ik. Ja, die wil even nog rein. Even kwispelen met stutsje. Rustige beelden van de Siddiq. Ja jongens, dikke nader. Prachtig mooi. Je gaat jongens op Westhof, maar zijn zoon Jan op een wijn. De fiets leidt op een wijn. Hinder ervoor en de gene man. Hier hebben we de dikke Stinja. 1344, lever deer als slaaf. Weet ze doe wat van die Hollanders deerknuppelen hij in de drekteren. Dat wie, dus ik heb er heel wat lint. Maar dit is het monument ervan. Dit is Johannes Dijkstra, de malkrieder, maar zijn zoon Jan.